Hey ambitieuze topper, super welkom en leuk dat je bij deze aflevering bent. Mirna en Yvonne, super welkom, leuk dat jullie er zijn. Willen jullie even kort jezelf voorstellen? Wat doen jullie precies met jullie VE-bedrijf en voor wie werken jullie? Nou, goedemorgen. Ik ben Mirna. Dit is links van mij zit Yvonne. Voor jullie kijkers rechts, denk ik. Wij hebben samen VA Matchmakers en vooral voor MKB'ers en ZZP'ers doen wij marketingcommunicatie, zowel offline als online. En daarnaast organiseren wij de allerleukste evenementen en dat doen wij het liefst samen. Ja, superleuk. Ja, want toen jullie begonnen met jullie VA-bedrijf, was dat al de bedoeling dat jullie meteen samen zouden gaan werken? Nou, dat is wel eigenlijk een grappig verhaal, want dat was het niet. Wij werkten allebei bij dezelfde werkgever en nou, gingen naar onze toekomst kijken en kwamen tot de conclusie dat we iets anders wilden gaan doen. En los van elkaar waren we allebei bezig om ons te verdiepen in een opleiding tot VE en dat wisten we dus ook niet van elkaar. Uiteindelijk kwamen we op dit gesprek en kozen we dus ook uiteindelijk dezelfde opleider bij jou. Ja. En gaandeweg ja, kwamen we eigenlijk wel een beetje tot de conclusie: wij wonen heel dicht bij elkaar. We begeven ons dus ook in hetzelfde werkgebied wat dat betreft. Dat we, nou ja, eigenlijk waarom doen we het niet samen? We zijn eigenlijk allebei types die veel liever samen ergens aan werken dan alleen. We houden wel van gezelschap om ons heen. Dus wat dat betreft, ja, voegde samen toch beter. En we hadden wel allebei ons businessplan eigenlijk al helemaal uitgewerkt. En daar zaten ook heel veel, eigenlijk overlapte alles. Dus was gewoon heel vergelijkbaar met elkaar. Dus ja, het was eigenlijk de vraag: waarom doen we het niet samen? Nou, waren we nog redelijk verstandig van, nou ja, laten we daar wel eventjes een nachtje over slapen en even met onze partners overleggen en hoe gaan we dat dan afspreken met elkaar. Maar eigenlijk geldt voor ons allebei dat we dezelfde dag de knoop eigenlijk al door hadden gehakt. Dus we hebben er een nachtje over geslapen, maar meer voor de vorm. Ja. Ja, en hoe is het vanaf die tijd met jullie gegaan? Ja, wij zijn toen gestart met de opleiding. Nou, we waren denk ik al gestart met die opleiding, hè? Ja. En ja, we zijn met het fundament wat we dus gelegd hebben bij de Business Academy, zijn we eigenlijk meteen aan de slag gegaan. We hebben dus ondernemers geïnterviewd en ons netwerk ja, enorm aangesproken. Met wat we gingen doen, wat we van plan waren. En eigenlijk, ja, sindsdien komen vooral de opdrachten via echt uit ons netwerk onze kant op. Ja, Hè? zeker. Ja. Ja, want was En het meteen vanaf de start voor jullie duidelijk van dit is wat we gaan doen met z'n tweeën? Nou, we waren wel allebei enorm ervan overtuigd dat we met marketing en evenementen aan de slag wilden gaan. Echt ook graag die combi, omdat we dat allebei heel erg leuk vinden. In het begin waren we nog wel een beetje zoeken naar welke kant marketing gaan we dan op. Gaan we echt alles bijvoorbeeld heel breed scala aanbieden? Daar waar we in, ja, hebben we daar ook wel echt nog opleidingen in gevolgd, ook om nog weer beter te worden. Bijvoorbeeld, we hebben ook een Pinterest-opleiding gedaan en uiteindelijk, ja, is dat niet van de grond gekomen, omdat we daar dus blijkbaar ook niet ons hart ligt. Maar wel heel erg op de social media kant. En daar is gaandeweg ook communicatie dus bijgekomen, vooral dan offline voor onze klant. Het was ook een beetje meer: wat vraagt de klant en kunnen, nou ja, slash willen wij dat dan ook aanbieden? En zo is dat eigenlijk een beetje vanzelf gevormd. We hadden dus wel een beetje een beeld bij wat we wilden, wel echt een richting, maar gaandeweg heeft zich dat wel meer en meer gevormd. Ja, en we hadden ook wel van tevoren bedacht dat we wel een team om ons heen wilden verzamelen van andere experts, zodat je met experts samenwerkt. En dat is ook echt gebeurd zoals we dachten, zeg maar. Dus Ja. wij hebben ongeveer 5
mensen in ons team die we vaak inschakelen als een klant een bepaalde vraag en expertise nodig heeft. En dat hadden we van tevoren ook echt bedacht van, hey, wie willen we in ons team? En zo is dat ook gebeurd. Ja. En dat is ook wel heel leuk dat het wel zo geworden is als hoe we van tevoren dachten. Ja, zeker. Mooi is dat, hè? Ja, dat hebben jullie mooi gemanifesteerd. Maar dat is ook, moet wel, als je echt voelt van, nou, dit is wat we heel graag zouden willen. En je laat het stuk los van hoe snel het moet gaan of hoe het precies allemaal moet lopen. Maar je houdt wel je doel voor ogen. Ja, dan ga je in de loop van de tijd zien dat dingen zich inderdaad zo vorm gaan geven. Ja. En het is heel fijn dat als je klant een vraag heeft en je kunt niet alles en je wil niet alles doen. Nee. Maar je hebt wel de kracht van de samenwerking en je hebt wel experts om je heen waarmee je kan schakelen. Ja, dat had ik in die tijd ook. Dat is gewoon voor je klant heel waardevol. En voor jezelf ook, want daar haal je denk ik heel veel voldoening uit. Klopt. Ja. En het is sowieso natuurlijk heel leuk om weer met andere experts ook samen te werken. Ook daar leer je gewoon weer superveel van. Maar net wat je zegt, het is ook heel fijn om je klant wel een soort van totaalplaatje te kunnen bieden eigenlijk. En heel veel dingen zijn ook wel onlosmakelijk verbonden met het werk wat wij graag doen. Dus heeft iemand geen goede foto's of geen goede website, ja, dan is het gewoon zonde als je met ons aan de slag gaat. Het is beter als je dat eerst op orde hebt. En als je wil, ondersteunen we je daar ook bij. Dus ja, het is... Ja. Alles versterkt elkaar ook op die manier. Niet alleen voor onszelf, maar ook gewoon echt voor de klant. Ja, precies. En dat maakt het voor iedereen uiteindelijk heel fijn en leuk. Ja, zeker. Ja, en dat is net wat je zegt, van als je klant gewoon een goede website heeft, dan wordt jullie werk het goed uitvoeren en het resultaat wat je daarmee haalt ook veel makkelijker. Omdat alles dan klopt. Ja. Hey, en als jullie nu... terugkijken naar de start. Hè? Jullie 3 jaar geleden waren jullie klaar met de opleiding. Zijn jullie echt flink gaan groeien. Wat is voor jullie een van de belangrijkste dingen geweest om een goede start te maken met jullie VA-bedrijf? Ja, ik denk wel echt het fundament. De basis wij hebben dan ook wel het geluk gehad dat wij daar wel de tijd voor konden nemen. Dus ook echt wat we in de opleiding meekregen, ook echt goed konden uitwerken en echt op onszelf toe konden spitsen. Dat was natuurlijk niet altijd leuk, want ik ben meer type van lekker aan het werk en dan komt de rest vanzelf. Dus het was ook wel voor mij ook wel echt mijn geduld bewaren en echt ook serieus bezig zijn met die basis en met dat fundament. En ja, later kwam ik wel tot de conclusie natuurlijk dat het heel goed was geweest dat ik mijn geduld bewaard heb. En met Yvonne, hè, want Yvonne die weet precies ook natuurlijk waar mijn zwakke punten liggen. Dus die kan me dan daar ook wel eventjes op aanspreken van nou meer kom op, dat moet nou eenmaal of dat hoort er ook gewoon bij en doorpakken nu. En dus ja, ik denk dat dat wel echt voor ons... Ja, de basis, gewoon de start was daardoor heel comfortabel ook. Ja, en jij zei van dat ik veel geduld moest opbrengen. Wat maakte dan Yvonne dat er meer naar veel geduld moesten opbrengen? Nou, het was meer Minna. Die wilde wel eens van, nou, kunnen we niet gewoon stoppen met al deze voorwaarden en dit uitzoeken, dat uitzoeken. Ik wil gewoon klanten. Ik wil werken voor de klanten, zeg maar. Ik wil die klanten gaan bellen en benaderen en lekker aan de slag. En sommige dingen, ja, hadden wij toch wel gewoon het gevoel, wij vinden het fijn als iets gewoon af is. Niet als je voor een klant werkt en iedereen denkt daar anders over. Wij vonden het wel fijn dat gewoon je website klaar is, je algemene voorwaarden zijn klaar, je hebt mooie foto's, je logo is er. Eigenlijk gewoon alles wat op de achtergrond voor je boekhouding, alles geregeld. Om gewoon te starten. En dat als je een voorstel voor een klant moet maken, niet dat je denkt, maar hoe ga ik dat dan doen? En waar moet het aan voldoen? Dat hadden we gewoon al allemaal eigenlijk al klaarstaan. Als we met de klant in gesprek gingen, waren we daar gewoon heel goed op voorbereid. Wat we wilden weten, hoe je een gesprek ook aangaat met een klant, wat belangrijk is. En niet dat je daarna denkt, ik heb dit allemaal helemaal niet gevraagd, wat onhandig. Ja, gewoon goed voorbereid. Ja, dat eigenlijk. Ja, we waren heel goed voorbereid. Ik denk dat dat inderdaad een beetje de conclusie is.
Ja, en dat heb je gemerkt aan de reacties met ondernemers waar je mee aan tafel ging. Ja, ja. Ja, zeker. Het gaf denk ik ook voor onze eerste klanten wel ook een bepaald vertrouwen dat we dus al zo voorbereid waren. Ja, kom je meteen professioneel voor de dag, hè? Ja, gewoon beslagen ten ijs eigenlijk, ja. Ja, dus hebben jullie in het begin veel nee's moeten incasseren? Nou ja, ik denk dat wij ons wat dat betreft wel een beetje in een luxe positie bevinden. Tuurlijk zijn er wel voorstellen niet doorgegaan. Hebben we wel tijd gestoken in offertes die uiteindelijk niet geaccepteerd zijn. Maar eigenlijk is het meeste wel, zeker in het begin ook wel, gevallen. Ja. Hè? Ja. Eigenlijk bijna alle voorstellen die we mochten maken, werden ook geaccepteerd. En konden we lekker voor aan de slag. Dus ja... Ik zie het een beetje ook als geluk, maar dat is het misschien niet helemaal. Het heeft ook wel te maken, denk ik, met hoeveel werk we al verzet hadden. Ja, en het zijn ook wel dingen waarbij je, zeg maar, je hebt veel netwerkgesprekken gehad, waar eigenlijk ook nu nog steeds dingen uitkomen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel leuk, dat je iemand 3 jaar terug hebt gesproken en er komt er nu via iets binnen. En dat iemand dan zegt, ja, die was daar en die heeft jullie naam genoemd. Dat je denkt, oh, wat grappig, die hebben we 3 jaar geleden gesproken. En nu denkt die nog aan ons om dat tegen een ander te vertellen. Dus het is ook op dat moment, zeg maar, als iets niet per se, zeg maar, zakelijk iets... Meteen wat wordt, wil niet zeggen. Het zijn ook echt wel zaadjes die geplant zijn. En waar we gewoon nog steeds wel de vruchten van plukken, zeg maar. Ja, absoluut. Kijk, jullie hebben meteen aangevlogen om jezelf in de markt te zetten als een professionele ondernemer, hè? Of professionele ondernemer samen. En veel mensen die starten in het ondernemerschap, die beginnen gewoon. En die worden eigenlijk een ondernemende professional. Ja. Maar dan ben je eigenlijk ook, dan blijf je een soort van medewerker op afstand. Hey, kijk, iedereen kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dan ben je nog geen ondernemer. Want hoe belangrijk is dat voor jullie geweest om die basis zo goed te leggen? Wat merkte je dan ook in de relatie met je klanten? Ja, ik denk dat het onszelf vertrouwen gaf. En dat we dat, zeg maar, ook automatisch dan uitstraalden naar onze klanten of potentiële klanten. En dat op die manier wij toch, denk ik, redelijk goed aan het werk kwamen, zeg maar. Ja, precies. Ja. En wat maakt jullie nu het meest blij in het werken als VA, dat jullie dit nu doen? Wat heeft het jullie gebracht? Ja, voor het hele ondernemerschap heeft ons vooral toch ook een soort gevoel van vrijheid gebracht. Dus vooral eigenlijk dat we werk doen wat we heel erg leuk vinden. Wat we ook nog eens een keer heel goed kunnen combineren met dingen bijvoorbeeld van thuis. Dus situaties in je gezin of met ouders of op die manier... ook gewoon heel fijn te combineren is. We weten allebei, we hebben allebei kinderen, jonge kinderen, zijn natuurlijk wel ziek. Nou, als er dan voorheen eentje ziek was, was een beetje natuurlijk paniek onderling. Ook met onze partners natuurlijk. Ja, wie gaat ze van school halen? En wie gaat er dan zorgen dat ze opgevangen worden? Ja, nu is dat gewoon eigenlijk, dat soort dingetjes zijn gewoon veel relaxter. Ja, je bepaalt eigenlijk gewoon zelf wat je doet, wanneer. En we hebben wat dat betreft de luxe dat we gewoon een flink aantal uren wel kunnen vullen met onze werkzaamheden. Ja, dus ik denk gewoon in algemene zin het gevoel van vrijheid op heel veel vlakken, op heel veel gebieden. En ook dat je natuurlijk echt doet wat je leuk vindt. Want dat wij gingen starten, kwam bij ons ook naar voren dat we het stuk evenementen echt heel erg leuk vinden. Maar gaat ook wel echt een sprongetje bij ons allebei van maken als we met evenementen bezig mogen zijn. Maar het was toen coronatijd dat we startten. Dus dan was je het wel allemaal aan het opschrijven van dit lijkt me leuk. Maar je werd een beetje tegengehouden voor een gevoel van dat kan nu toch niet, dat kan nu toch niet. En nu naarmate, zeg maar, we langer bezig zijn...
ja, spreken we natuurlijk ook vaker uit. Laten we het meer zien op onze social media kanalen en LinkedIn. En komt dat nu ook meer naar voren. En dat is natuurlijk ook heel, heel mooi. Dat je ook uiteindelijk dingen doet die je zelf heel leuk vindt. Ja, en, ja, absoluut. De vrijheid, het plezier wat je eruit haalt. Dat je elke dag je bed uitspringt van ik mag weer. Ja, dat voelt het helemaal niet als werk, zeg maar. En dagen voorbij vliegen. Dat je denkt, hoe kan dit? Jeetje, Yves, het is gewoon alweer 5 uur. Wat hebben we vandaag aan gedaan? Ja, het voelt heel anders. Ja. Ja, het voelt niet als werk. Het is ook je passie. Je haalt er zoveel plezier en voldoening uit, hè? Ja. Ja. Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hadden jullie dat van tevoren gedacht? Nou, ik denk dat wij in de basis wel een beetje voorzichtige types zijn, zeg maar. Wij hebben altijd bij een bank gewerkt en dat is natuurlijk best wel... daar is de cultuur ook voorzichtig, zal ik maar zeggen. Ik denk dat we daar wel inmiddels wel onze weg in hebben gevonden en wel ook bepaalde risico's wel gewoon durven te nemen. Dus hadden wij dit van tevoren verwacht? Ik denk niet zoals we het nu ervaren, dat we dat niet hadden kunnen inschatten, nee. Nee, de blijdschap, het plezier, de vrijheid, de hele, de hele combinatie daarvan. Ja. Ja, en ook gewoon ook wel dat je gewoon, dat het samen zo lekker loopt. En natuurlijk hebben we ook wel eens dingen waar we het niet over eens zijn of waar we anders over denken. Maar we kennen elkaar wel echt al heel erg lang. En eigenlijk niet per se als vriendinnen, maar wel gewoon als collega's. En wel ook gewoon, niet als vriendinnen, klinkt niet gezellig, maar... we kennen elkaar vooral als collega's, maar wel echt als collega's waar je ook wel vriendin mee bent eigenlijk, zeg maar. Waar je ook wel meer mee doet dan alleen samenwerken. Ja. En daardoor denk ik dat we wel ook heel goed van elkaar weten wat vinden we leuk, maar ook wat vinden we minder leuk en waar kunnen we elkaar wel echt in aanvullen. En dat dan ook eigenlijk zo uitpakt. Ja, dat is wel gewoon, dat is gewoon heel leuk. Dus iedere dag gaat het gewoon weer heel leuk. Ja. Hey, en waarin kunnen jullie elkaar heel mooi versterken? Nou, ik ben echt chaotisch. Dus ik kan bij wijze van met 10 dingen tegelijkertijd bezig zijn. Dus als, ik ben niet per se een hele goede planner. Ik word wel een betere planner. Maar het zit niet van nature heel erg in mij. En Yves is bijvoorbeeld echt van nature een enorme planner. Dus dat is natuurlijk al een enorme fijne combi wat dat betreft. Ja, ik denk dat als ik over mij kan ik heel ongeduldig zijn. Ja, jij ook. Maar ik nog wel meer. Ja. Dus dan kan Min ook zeggen, nou, laat gewoon even rustig afwachten. We kunnen volgende week anders wel even dat nabellen. Ik heb het liefst vandaag iemand gesproken. En een direct antwoord, zeg maar. En zo werkt het natuurlijk niet. Maar gewoon heel snel enthousiast. Ik denk, oh, dat wil ik, wat leuk. En dan moet je daarna gewoon even wachten of het ook echt iets gaat worden natuurlijk. En vooral dat elkaar versterken, dat is natuurlijk juist ook heel mooi. En wij zijn best wel vaak dat we met ideeën komen om iets nieuws te verzinnen, een bepaald concept. En het is heel fijn dat je dat meteen neer kan leggen om te sparren. En dat je meteen bij elkaar wel of niet het enthousiasme proeft. Ja. En soms kan er bij ons binnen 1 dag zeg maar een nieuw concept zijn bedacht. En voeren we het ook meteen uit. En dat is gewoon heel gaaf als je samen bent. Je kunt meteen sparren en doorpakken. Ja, dat vooral. Je kan gewoon lekker doorpakken. Ja. En dat is vooral met ons evenement zeg maar, onze evenementplannen, zeg maar. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we kregen, denk ik, was het vorig jaar september of zo, aanvraag voor een kerstmarkt voor 400 personen. En dat hebben wij ook, dat we nog in loondienst waren, hebben we dat ook meermalen wel mogen organiseren. Dus wat dat betreft waren we natuurlijk meteen enthousiast en wilden we dat ook eigenlijk, wat Yvonne zegt, meteen ook geregeld hebben. Ja, dat doen we. En wanneer gaan we dat doen? En door.
Ja, en dan is het gewoon dus heel fijn dat je samen meteen eigenlijk een plannen campagne kan maken. Want dus eigenlijk, ja, september klinkt nog heel ver voor kerst, maar het was eigenlijk best wel last minute. Of tenminste last minute, eigenlijk echt laat. Ja. Dus zeker voor zoveel personen. Dus het was gewoon echt wel alle zeilen bijzetten. En ja, dan is het gewoon heel fijn dat je met z'n tweeën bent. En ook wel dat de een dan weer even een recap van, nou, even de rust weer bewaren. Waar staan we nu? Waar willen we heen? En hoe gaan we dat doen? En dat is niet gezegd dat de een dat veel meer doet dan de ander. Maar het is dus juist omdat we met z'n tweeën zijn, pakt ieder wel zijn moment eigenlijk wanneer dat zo uitkomt. Ja, ja. En uiteindelijk was de kerstmarkt natuurlijk een doorslaand succes. Ja, ik had het op jullie Instagram volgens mij gezien. Ik had een tijdje geleden nog eens even gekeken. En toen dacht ik, oh, volgens mij hebben we daar echt van genoten ook. Ja, klopt. Ook dat, inderdaad. En zelf enorm van genoten. En vooral ook omdat alle puzzelstukjes op de avond zelf echt naadloos in elkaar vielen. En de bezoekers ook eigenlijk allemaal... gewoon van verbazing, van de ene verbazing in de andere verbazing viel er op een positieve manier. En ook gewoon allemaal blije gezichten, van de winkeliers tot aan de shoppende medewerkers. Ja, iedereen gewoon heel enthousiast en blij. En ja, dan geniet je daar zelf natuurlijk ook echt enorm van. Ja, ja, dat vergeet je nooit meer. Nee. Hey, en Mianne, jij zei van, goh, ik ben al beter geworden in plannen. Zijn er nog andere dingen, als je nou terugkijkt van de afgelopen 3 jaar ruim, die je ook echt verder nog hebt ontwikkeld van jezelf? Ja, ik denk wel, wij werken niet voor een specifieke branche. Eigenlijk ons klantenbestand... Nou, ik denk dat wel, als het er bijvoorbeeld 30 klanten zijn, dat we bijna wel 30 verschillende branches bedienen wat dat betreft. En wat dat aangaat, heb ik denk ik wel echt de afgelopen jaren enorm geleerd om je steeds weer opnieuw te verplaatsen in de persoon die dan weer tegenover je zit, zeg maar. En ja, dat vind ik zelf wel heel mooi, want ik vind dat ook heel waardevol voor het werk wat je uiteindelijk dan voor iemand doet. Je kan gewoon steeds weer eigenlijk in iemand zijn huid kruipen en door die ogen kijken. En ik denk dat we dat wel steeds beter ook geleerd hebben de afgelopen jaren. Ja. Mooi. Ja, ik weet nog wel dat ik dat ook altijd wel zeg tegen klanten. Van, ja, kruip in de huid van je klant. Hè? En probeer helemaal te voelen en te begrijpen wat ze bedoelen. Want dat is zo fijn als je daarop op dat level kan levelen. Voor hun en voor jou. Ja, zeker. En ik vind het ook echt een heel groot compliment eigenlijk. Voor onszelf dat mensen ons ook toestaan dat te doen, zeg maar. Ja. Yeah. Ja. Dat vind ik ook echt heel mooi, dat de ondernemer dus eigenlijk ons die vrijheid durft te geven. Ja, ja, je voelt je ook wel op een andere manier dan gezien, hè? Dan de medewerker in loondienst voorheen, of de rol die jullie nu vervullen, daar zit een verschil in, hè? Ja, enorm. Ja. 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 En het grappige is ook wel dat sommige... klanten ook gewoon ons wel echt als onderdeel van het team zien. Ja. Ja. Hè, dat vind ik dan echt een enorm compliment eigenlijk. Ja. Ik denk ook het eerste jaar dat we tegen elkaar zeggen... Hé, nu krijgen we geen kerstpakket meer. Nou, ik denk dat we nog nooit zoveel relatiegeschenken zeg maar, van onze eigen klanten... en dan zeg maar, het team waar we mee samenwerken hebben gekregen... wat dan wel natuurlijk echt waardering uitspreekt. Ja. En dat vonden we ook wel echt heel leuk. Vooral het eerste jaar dat je denkt, wat lief. Bijzonder, wat ja. Ja, hè? Dat is het. Hè? De vrijheid, het plezier in je werk. Maar als je kijkt naar de waardering en de voldoening die je krijgt. Dus inderdaad, met gelegenheden, cadeautjes, dat je denkt, huh? En dat hoeft helemaal niet, maar het voelt natuurlijk wel heel goed dat er dan op dat moment ook die waardering er is, zeker, absoluut. En ik weet ook nog heel goed
Ik denk dat dat een beetje 1,5-2 jaar terug was. Begonnen we net met een nieuwe klant. En die zat er eigenlijk een beetje doorheen. En die was eigenlijk het plezier in het ondernemen echt kwijt. En wij gingen voor hem aan de slag. En eigenlijk deden we gewoon natuurlijk wat we afgesproken hadden. En afspraak is afspraak. Dus die kwamen we natuurlijk na. En uiteindelijk gaf hij dus ook echt aan, meiden, ik heb zoveel zin weer om aan het werk te gaan. En ik heb helemaal plezier weer teruggevonden. En dat wij ook tegen elkaar zeiden, wauw, weet je wel, doordat we gewoon zijn wie we zijn en doen wat wij leuk vinden om te doen, gaat hij 's ochtends gewoon weer met veel meer plezier naar zijn werk. Dat is toch, is toch fantastisch. Precies, ja, dat is... Kijk, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste, de voldoening. Hè? Van betekenis zijn. Ja, dat. Ja, absoluut. Ja, en dat marketingstuk, was dat nieuw voor jullie? Voor mij niet. En voor Yvonne niet helemaal. Maar voor mij was het wel echt ook mijn dagelijkse werk. Voorheen. Ja. En ja. Voor Yvonne een deel van haar dagelijkse werk. Dus het was niet helemaal nieuw. Maar wel zoals we het nu inzetten... Ja, dat is wel next level eigenlijk. En Yvonne, als jij nu terugkijkt naar jouw groei, wat heb je het meest geleerd van de afgelopen jaren? Ja, ik vind dat wel heel lastig te beantwoorden. Want ik denk dan ook heel vaak aan bepaalde systemen bijvoorbeeld. Wanneer je bij een werkgever werkt, gebruik je 1 of 2 of 3 systemen bij elkaar. En nu werk je voor zoveel verschillende klanten. Dus je gaat ook je verdiepen in heel veel verschillende systemen. Wat ook, als je bijvoorbeeld nu denkt aan nieuwsbrieven maken voor onze klanten, werken we daar in 3 verschillende systemen. En je probeert je in al die systemen de ins en outs te leren, zodat alles daaruit gehaald kan worden. En ja, op die manier vind ik het ook heel leuk om zeg maar te leren. Dat als juist een klant ergens mee werkt wat je nog niet gedaan hebt. Dat je denkt, oh leuk, dat ga je dan ook weer leren. Dus je wordt zelf ook veel al meer allround eigenlijk daarin. Omdat je veel meer ook doet. En ja, als persoon denk ik dat je natuurlijk gewoon sowieso gewoon groeit als je ondernemer bent. En allerlei dingen opnieuw... doet en probeert en netwerkbijeenkomsten bezoekt. En je eigen netwerk groeit ook enorm als ondernemer. Ik weet niet hoe ik het in woorden kan... Gewoon echt wel... Als jij kijkt naar als ik het dat echt dan over jou mag zeggen, zeg maar. In de afgelopen jaren, ja, zeker heel ongeduldig geweest. Vooral ook wel... Inderdaad, we zijn gisteren daar bij die potentiële klant geweest en we hebben nog niks gehoord. Bij wijze van even, dus hebben natuurlijk aangedikt. Daar heb je wel echt stappen in gemaakt. Ook daarin kan je je inmiddels beter verplaatsen wat in degene die tegenover ons zat dan toen de tijd, zeg maar. Dus ik denk wel ook op dat vlak echt gegroeid. Ja. Ja. En er zijn veel vrouwen die op het punt staan om dit te gaan doen. En dan denken ze van ja, maar ik kan niet alles en ik heb nog niet overal ervaring mee. Wat voor tips of adviezen zouden jullie die persoon willen geven als ze die stap willen zetten? Ja, ik denk sowieso dat je eigenlijk altijd wel meer kan dan dat je zelf denkt. En zeker als je het bijvoorbeeld over systemen hebt. Yvonne zegt, wij werken dus nu bijvoorbeeld met 3 verschillende systemen voor nieuwsbrieven. Nou, dat klinkt heel heftig, maar in de basis komt het meeste eigenlijk wel overeen met elkaar. Dus als iemand aan jou vraagt, werk je met MailChimp en jij denkt, oh nee, ik werk alleen met MailBlue. Dan zou ik echt denken, maak je niet druk, want ook dat ga je redden. En dat is denk ik... een beetje het Pippi Langkous verhaal van ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Precies. Ja. 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 En ook nog steeds denk ik wel het om je heen verzamelen van andere experts. Nou, en soms misschien ook wel je kwetsbaar opstellen. Ja. Van joh, ik weet niet of ik dat kan. Ik denk het wel. Ik weet het niet. Net wat je gevoel daarbij is. Maar soms ook wel gewoon kwetsbaar opstellen, vragen stellen, om je heen informeren, op die manier ook verdiepen. Ja. Ik denk dat je daar gewoon ook hele mooie lessen uit kan halen.
Ja, absoluut. Wel uitstralen van, ja, goh, dat lijkt me leuk. Of ik zou me er graag in willen verdiepen. Maar gewoon echt heel open en eerlijk. Je hoeft niet te zeggen, oh, dat kan ik wel. En ik heb er al 10 jaar ervaring in, terwijl dat niet zo is, bij wijze van. Maar je mag dat wel uitstralen van, oh, het lijkt me leuk. En ja, weet je, uiteindelijk, als je gaat kijken naar heel veel ondernemers, buiten de VA's om, die starten ook gewoon. En die moeten ook alles leren en uitzoeken en gaan doen. En ja, als je dus start als VA, is dat niet anders. Dus, en inderdaad, in de kern, als je dan kijkt met 3 systemen, in de kern komt het allemaal op hetzelfde neer. Ja, ja, precies. Dus ik denk dat dat een beetje de kracht is. Laat je niet weerhouden, wat dat betreft. Ja. En schroom ook zeker niet om... om hulp te vragen. Ja. En wat is jullie leukste marketingklus geweest, waar jullie samen aan hebben gewerkt? Oh, goeie vraag. Nou, ik zeg wel... Experimenten hebben we net al gehoord. Ik zeg wel vaak tegen Yvonne, wat hebben we toch allemaal leuke klanten. Dus niet, niet één specifiek eigenlijk, hè? Nee, het is ook wel eens net het moment, zeg maar. We hebben ook één hele groot evenement mogen draaien, wat meerdaags was. Nou, dat was ook echt super gaaf om te doen en ook om van te leren. Maar ik denk, nou, we hebben dan nu, zeg maar, als je echt denkt van waar lag ik echt te stuiteren in mijn bed. We hebben dan een workation ook georganiseerd in Spanje, dat doen we 2 keer per jaar. En dan die kerstmarkt. Nou, ik denk dat we toen 's avonds om 1 uur of 12 of 1 uur in ons bedje lagen. En gewoon te stuiteren van alle enthousiaste reacties. En dat was dus niet per se, het heeft wel met marketing te maken. Maar dat evenement, zeg maar, die 2 evenementen, denk ik wel dat daar het meeste gevoel bij kwam kijken. Van de trotsheid. Zeker, maar ook wel... echt dus wat ik net zei over die klant die het plezier kwijt was geraakt. Ja, ja. Dat vind ik wel ook echt. Vind ik heel bijzonder dat wij daaraan mogen bijdragen. En dat is dan niet alleen. Kijk, dat is dan niet alleen marketing natuurlijk. Maar gewoon ook. Eigenlijk natuurlijk als VA ben je natuurlijk ondersteunend. Maar je wordt op dat moment natuurlijk veel meer. Sta je naast iemand dan dat je voor iemand werkt, zeg maar. Ja, en, precies. Ja, dat is denk ik wel, dit is een voorbeeld daarvan, maar ik denk dat we daar wel, dat vind ik gewoon heel mooi. Ja. En we doen het ook wel op onze eigen manier, want virtueel is natuurlijk eigenlijk dat je virtueel op afstand werkt. En wij doen dat wel op een andere manier. Eigenlijk de meeste van onze klanten zitten echt in de regio. En bezoeken we 1 keer per maand face-to-face. Dus we gaan echt naar de klant toe of de klant komt bij ons op kantoor. En wanneer je elkaar 1 keer per maand ziet, en wij vinden het echt fijn om iemand echt in de ogen te kijken zonder schermpje. Een aantal klanten is het wel met scherm, omdat die verderop zitten. Ja. Maar in één zo'n gesprek iedere maand komt zoveel dat er weer speelt, waarbij je elkaar kan helpen. Dat werkt voor ons ook gewoon heel goed en ook voor de ondernemer. Je leert elkaar zo goed kennen dat je een band met elkaar opbouwt. Ja. Zeker, ja. Ja, het is zeker fijn om elkaar af en toe live te zien. Hè? Dus het hoeven niet allemaal online. Meestal zie je elkaar wel veel online, maar af en toe live. Ik heb toen destijds ook een klant gehad waarmee ik een hele tijd heb samengewerkt. Maar de afstand was heel groot, dus dat was alleen online en dat was verder oké. Ja, maar als het kan, is het wel heel fijn. En is het wel een toegevoegde waarde. Ja, en wij hebben ook echt wel klanten die we nog nooit in het echt hebben gezien. En dat is ook inderdaad, dat is ook hartstikke prima. Het is meer, inderdaad, laat ook daarin, denk ik, je gevoel spreken. Wat past bij jou en wat past dan ook bij je klant eigenlijk? Ja, soms als we ergens binnenkomen, zeg maar, vinden onze klanten iets heel normaal. Omdat hun daar dagelijks in werken. En dan geven wij aan, ja, maar dit is super bijzonder. Gewoon bijvoorbeeld hoe hun winkel eruit ziet. Of hun showroom. Ja, of bepaalde dingen die ze dagelijks doen. Dat vinden hun misschien hele normale handelingen. Maar maken bijvoorbeeld een klantreis wel uniek. En
ja, dat zijn wel weer de dingen die we dan net oppikken en weer kunnen inzetten natuurlijk voor ons, voor de marketing. Ja, ja. Want ik hoor jullie zeggen een winkel. Kunnen jullie zo eens wat soorten bedrijven opnoemen waar jullie voor werken? Ja, zeker. Een sportschool, een restaurant, een bedrijf wat in luchtfiltertechnieken werkt. Fotograaf. Een fotograaf, coach. Een coach. Ja, het is dus wel gewoon echt bouwbedrijf. Heel divers. Een bouwbedrijf. Ja, het is een kapsalon. Ja. Ja. Ja, je moet helemaal even naar een trimsalon. Ja. Nog een coach. Ja. Ja, dus ja, superleuk. En dan ook weer met, we hebben dan denk ik 2 of 3 coaches. Maar ook weer alle drie dan in een heel ander gebied actief. Ja, ja. Ja, dus het is heel divers. Als jullie opnieuw zouden mogen beginnen, wat zouden jullie dan anders doen? Oh, dit is een gewetensvraag een beetje. Nou, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat wij allebei zijn we niet enorme terugkijkers. Dus er is ook weinig waar wij bijvoorbeeld spijt van hebben. Er zijn wel eens samenwerkingen. Ik denk dat wij wel een aantal samenwerkingen hebben gehad. Waarvan we uiteindelijk zelf zeiden, nou, dit past niet bij ons. En wat dan niet altijd even fijn afgerond is, zeg maar. En dat vinden wij wel heel jammer. Maar ja, nogmaals, wij zijn niet enorme terugkijkers, dus niet dat we daar spijt van hebben of zo. Helemaal niet. Wel meer zien ook als een leermoment. En oké, wat kunnen wij hier uithalen? Wat hadden wij hierin anders kunnen doen bijvoorbeeld? En weer meenemen naar een andere, naar de volgende opdracht bijvoorbeeld. Ja. Dus echt iets heel anders doen. Zou jij iets heel anders doen, denk je? Wij proberen ook eigenlijk altijd wel zeg maar de kennismaking samen te doen. Om te kijken of we ook allebei de klik met de klant hebben. Vaak wordt de klant daarna wel verdeeld onder ons twee. En dat gaat eigenlijk meer op een natuurlijke wijze. En ja, inderdaad, wij zijn helemaal geen terugkijkers en meer vooruit. Dus ik heb dat helemaal niet. En ik kan ook nergens spijt van hebben eigenlijk. Nee. Mooi. Nee. En als jullie vooruitkijken, hoe ziet jullie toekomst eruit? Nou, ik denk, als ik nu kijk naar de werkverdeling, we hebben nog wat ruimte in onze agenda. Zouden we denk ik allebei heel leuk vinden als de verdeling tussen marketing, communicatie en het organiseren van evenementen, als dat bijvoorbeeld meer 50-50 wordt. Ik denk dat het nu een beetje 60-40 is, zo'n beetje. Dus we zitten al lekker in de buurt, wat dat betreft. Ja. Maar ja, ik denk dat we dat allebei heel leuk zouden vinden. Ja. En ik heb zelf ook nog wel de ambitie als freelancer een aantal dagen gewoon bijvoorbeeld 2 dagen per week bij een bedrijf op kantoor te werken. Dat je echt deel uitmaakt van het team. Dus dat zie ik ook zeker nog wel gebeuren. En dat doen we nu soms ook al wel, dat we een dag op kantoor werken. Maar dan is dat af en toe 1 keer per maand. We hebben inderdaad al mensen in ons team die al een aantal dingen ook van ons kunnen overnemen. Dus als je echt naar de toekomst kijkt, denk ik dat we wel echt met z'n tweeën ons bedrijf blijven houden. Maar ook dat wij daarin weer onze eigen VA hebben die ons weer uitvoerend ondersteunt. Ja. Zo, ja, dat is wel zeg maar als je er iets vooruit kijkt. Zeker. Ja. 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 Dat je zelf blijft doen wat je nog steeds heel leuk vindt en steeds op een hoger niveau. En iemand die je daarbij ondersteunt voor een aantal dingen. En daar is eigenlijk wel iemand voor ingewerkt. Dus die staat eigenlijk al te trappelen. Dus dat is wel echt heel leuk. Dus ook daarin zijn we eigenlijk al voorbereid. Ja, zeker. Ja. Heel, heel leuk. Ja, zo zie je maar, hè? In 3 jaar tijd. Ja, en dat is wel, ik denk dat we dat dus niet hadden we gehoopt. Dat we zover zouden zijn. Maar dat het ook echt zo uitpakt, ja, dat ervaren we allebei wel echt als heel bijzonder en heel fijn. Ja. Ja. Hey, en hebben jullie jezelf
op een bepaald vlak ook gekieteld, in die zin beloond voor wat jullie hebben opgezet samen. Dus dat jullie iets leuks hebben gedaan om te vieren of financieel gekieteld, geen idee. Maar hoe hebben jullie jezelf beloond voor alle inzet van de afgelopen jaren? Ja, nou ja, sowieso zijn we op vacation geweest. Dus we zijn, en die hebben we dan weliswaar zelf georganiseerd, maar we gingen ook zelf mee. Dus we hebben een week heerlijk gewerkt en allemaal leuke dingen gedaan in Spanje. Dat was in november. Dat is wel echt voelt wel echt als een cadeautje dat we dat soort dingen ook mogen doen. Daarnaast zijn wij best wel zuinig. Dus we zijn ook mede-organisatie of organisator van Food La Route. Dat is een bedrijf die allerlei plaatsen in Nederland, waarbij je dus één avond naar 4 restaurants gaat. Ja. En wij hebben dan in het gebied waar wij wonen 9 plaatsen opgezet. En dan ga je dus, die plaats loop je ook zelf mee met het uitje. En volgende week doen we er eentje samen. Vaak proberen we dit te verdelen, want anders moeten we vrij vaak uit eten. Wel echt veel uit eten. Passen we niet meer in onze broek. Nee. En volgende week gaan we dan samen. We hebben wel een hotelletje geboekt. En gaan we lekker een dag in Kastrikum aan het strand werken. Ja. En gaan we lekker met z'n tweeën die avond lopen. Een hotelletje. En wel ook op die manier leuke dingen doen. Ja. En dus we geven elkaar soms wel. Zeker, onszelf echt wel. Belonen onszelf wel. Maar we zijn daar niet heel uitbundig in, zal ik maar zeggen. Wat dat betreft. Nee, maar wat is ook nodig? Ik bedoel, het belangrijkste is dat je geniet. En jullie genieten sowieso van jullie werk. En dan af en toe nog even extra kerstje op de taart. Ja, precies. Sinds een jaar nu ongeveer ook een werkplek bij onszelf hebben gegund, zeg maar. Doordat we een werkplek huren. Ja. Dus we werken niet meer vanuit huis, maar echt vanuit een werkplek. Wat ook wel weer, hier kunnen we ook onze eigen klanten ontvangen. Anders was het vaak toch naar een Van der Valk of een restaurant rijden. En nu kunnen we gewoon onze klanten hier ontvangen. En als de een naar een klant toe gaat, kan de ander ook gewoon lekker op kantoor blijven. Dus dat is ook wel heel fijn. Wat heel veel rust geeft. Ja. En waar we ook echt heel blij mee zijn dat we dat vanzelf hebben gegeven. Ja, ook fijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het gebeurt wel vaker. In het verleden ook wel eens vaker VA's gehad die het gewoon apart werkten, maar wel samen een ruimte huurden en samen gingen ze. Het leuke is, alles kan, hè? Ja. Je hebt zelf volledig de regie. Ja. Precies. Ja. Ja. Super fijn. En wat zouden jullie ondernemers willen meegeven die op het punt staan om misschien voor het eerst een VA in te schakelen? Wat zou je ze willen meegeven wat belangrijk voor ze is om te weten? Ja, ik denk dat het belangrijk voor ze is om te weten dat we er echt alle begrip voor hebben. Dat ze het moeilijk vinden om dingen uit handen te geven. En dat we daar ook samen natuurlijk een weg in gaan vinden. Dat we uit ervaring inmiddels weten dat het wel heel comfortabel is om bepaalde dingen uit handen te geven. En dat het je een hoop rust en ook plezier op kan leveren als je niet alles op je eigen bordje laat liggen, denk ik. Hè? Ja. Ja, en dat het ook soms als je aan het groeien bent ook soms makkelijker is dan een personeelslid aannemen. Omdat een VA natuurlijk wel gewoon heel flexibel is. Je kunt veel makkelijker in uren op- en afschalen, zeg maar. Je kunt gewoon heel goede afspraken met elkaar maken. En ik denk dat het daardoor ook heel fijn is als je groeit van ik denk dat het best wel moeilijk is voor een ondernemer van ga ik nu personeel aannemen, maar hoeveel uur heb ik dan? Wat gaat die dan doen? Wat is de functieomschrijving? En met een VA kan je gewoon heel makkelijk schakelen en ook op zoek gaan van wie past er bij mij? Want er zijn superveel VA's inmiddels door het hele land. En zoek goed uit wat dan bij je past. Iemand die inderdaad op afstand, die in de buurt is. Wat voor werkzaamheden. Ja, om dat goed te doen. Het belangrijkste is wat heb ik nodig. En die klik uiteindelijk is heel belangrijk. Ja. Ja. Stap voor stap samen opbouwen. Ja, dat vooral. Wat zouden jullie... Sorry.
Ik wou inderdaad ook wel toevoegen. Heel vaak is het ook als je met een klant zeg maar, begint eigenlijk met één vraagstuk waar hij geholpen bij wil worden. Wat vaak best wel vaak uiteindelijk na een aantal maanden zich uitbreidt. Naar uiteindelijk wel meer klusjes. Dat zeggen, we hebben nu het goede vertrouwen. Of het gaat zo lekker. Kunnen jullie of willen jullie dit ook doen? Ja. En dat dat ook naarmate de maanden groeit. En dat het ook prima is. Je kunt gewoon klein beginnen. Ja, precies. Ja, ja. En wat zouden jullie startende VA's willen meegeven? Wat echt belangrijk is om te beseffen voordat ze starten. Als ze het spannend vinden of eng vinden. Heb vertrouwen in jezelf vooral. En ga zorgen voor dat om je heen mensen weten wat je doet. En waar jij zelf ook naar op zoek bent. Ja. Ja, en ik merk ook wel, je hebt natuurlijk veel social media hoe je jezelf neer kunt zetten. Maken wij ook enorm veel gebruik van. Maar als ik denk naar het kanaal LinkedIn, vind ik dat ook wel echt een goede tip om die ook echt in te zetten naast Instagram. Ja. Ja, zeker. Echt een heel mooi kanaal. Hey dames, we komen aan het einde. Superleuk dat jullie jullie bijdrage wilden delen. En als luisteraars of kijkers jullie nog ergens willen vinden, waar kunnen ze jullie dan vinden? Via onze website of onze social media natuurlijk. En op social media zijn we te vinden onder VA Matchmakers. En de website eigenlijk ook, vamatchmakers.nl. Ja, met een streepje ertussen. Met een streepje tussen VA en Matchmakers, ja. Fijn. Nou, super. Heel erg bedankt. Heel veel succes met de groei van jullie bedrijf. Ga zo door. En blijf vooral genieten en je hart volgen. Ja, gaan we doen. Bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, heel leuk. Dankjewel. Ja.